zij leefden nog lang en gelukkig. Heel veel mensen in Nederland die willen eigenlijk graag gelukkig zijn. En geef ze ongelijk. Natuurlijk willen wij allemaal dat het goed met ons gaat, dat het lekker gaat, dat onze relatie goed gaat, dat we een mooi huis hebben. Misschien ook dat we wat betekenen voor de maatschappij. En dat we gewoon gelukkig zijn, dat we ons goed voelen. Maar is dat wel altijd zo realistisch? Kunnen wij altijd gelukkig zijn? Of is dat eigenlijk iets wat we maar uit de lucht grijpen en wat we zien in romantische comedies en wat in werkelijkheid eigenlijk helemaal niet zo blijkt te zijn? En toen ik student was, was ik eigenlijk best wel met deze thema's bezig. Ik verlangde ernaar dat het lekker ging en vanzelf en dat ik niet te veel moeite hoefde te doen om toch mooie dingen te kunnen bereiken. Maar in de praktijk bleek dat dat niet altijd zo werkte. En dat ik gewoon best wel struggles had. En op een gegeven moment deed ik mee aan een toneelstuk. Dat was het toneelstuk van Navigators. En dat toneelstuk ging over dat mensen voor de buitenkant er heel fantastisch leuk uitzagen. Alles goed voor elkaar leken te hebben. Maar dat het van binnen eigenlijk helemaal niet zo goed ging. En dat toneelstuk deed me echt stilstaan bij van hey, mag het ook een keer niet goed met je gaan? En kan je dat ook dan delen met anderen? En als iemand dan aan je vraagt van hey, hoe gaat het met je? Kan je dan ook zeggen, nou, eigenlijk gaat het niet zo goed met me. Of moet je altijd zeggen, ja, gaat goed, hoe gaat het met jou? Nou, als we naar de Bijbel kijken, dan gaat het helemaal niet altijd goed met de personen daarin. Als we kijken naar David of Paulus of Petrus, zij maken best wel hele moeilijke dingen mee. Paulus, die is vol van het evangelie, maar die wordt ook gewoon in de gevangenis gegooid. Hij wordt gemarteld. Hij wordt niet serieus genomen als apostel en zijn preken worden afgekeurd. Het is helemaal niet altijd leuk en lekker. En toch zien we dat hij blij is en dat hij Gods vreugde in zich heeft. Dat je eigenlijk kan zeggen, hij is gelukkig, maar hij maakt zoveel moeilijke dingen mee. En wat we eigenlijk zien door deze Bijbelse figuren heen, is dat gelukkig zijn en blij zijn, dat niet altijd betekent een leven zonder moeilijke momenten. En onderzoekster Brené Brown zegt dat eigenlijk ook heel mooi. Zij verbindt geluk, verbindt zij aan dankbaarheid. En dat is eigenlijk precies wat je bij Paulus en Petrus ook ziet. Dat zij ondanks moeilijke momenten, dat zij God danken en daardoor vreugde ervaren in hun hart. En het zou zo mooi zijn als wij in plaats van het doel na te streven van gelukkig zijn, dat wij het doel na gaan streven om dankbaar te zijn. En dan gaat dat geluk vanzelf volgen. En ik wil een uitdaging bij jullie neerleggen. De uitdaging van, kijk nou eens gewoon naar je eigen leven. En wees eerlijk. Verbloem de moeilijke dingen niet. Maar kijk ernaar. En wees er eerlijk over. Kijk naar de mooie dingen, naar de moeilijke dingen. En nodig God uit. Nodig God uit in die moeilijke dingen. En vraag Hem gewoon om je te helpen. Niet direct om het altijd op te lossen. Maar om je te helpen, om daarbij te zijn. En wees dankbaar dan. Kijk naar wat er wel goed gaat en zeg tegen God, Heer, dank u wel voordat ik besta. Dank u wel voordat ik die goede vriendin heb die mij helpt door dit moeilijke proces heen. En als je daar dankbaar voor bent, dan gaan die gelukkige momenten gaan jou vanzelf volgen. En ik geloof dat dit eigenlijk werkelijk christelijk leven is. Dat je te midden van alle omstandigheden, hoe het ook gaat, dat je God uitnodigt. En dat je met Hem leeft en dat je ondanks alles een dankbare houding kan hebben en daardoor toch ook blij en gelukkig kan zijn. Omdat Hij goed is.